Dat is jouw zoon, hè? Ja, dat kan ik echt nog steeds. Ik heb altijd plezier in mijn leven gehad en dat behoud ik. Dus ik laat me niet kennen. Die lopen rond te zeggen, zielig, ik ben arm, dat doe ik niet. Ja, nou. Deze is van Doji. Ja. En deze. Deze van Samuel, van Manuel, Maart, Ernest, Otis. En het is van de moeder. Zo. Kijk, vocht overal. Ja. Ja, ik ruik het ook. Ja. Ja. Dat lijkt me niet echt gezond. Ja, dat kunnen wij niet doen. Maar ja, we hebben zien leren leven zo. Dit is niet anders. Het zijn dingen die ik kan niet maken. Bijvoorbeeld dat die soort dingen, ik kan ik niet. Ik heb geen tijd voor. Geen tijd? Hoezo dan? Dus de dag gaat zo snel voorbij. Bijvoorbeeld, ik wil tegelen. Ik heb tegel hier en zo. Mm-hmm. Ik wil het tegelen, maar elke dag is het vochtig. Want ze moeten douchen, ze moeten dat. En zo. En dan, ja, daar heb ik geen tijd voor. En dan moet het maar. Af en toe een beetje bab. Dan leef je dit in en dan heb je weer geld om iets anders te kunnen kopen. Ja, dan heb ik geld om pannenkoekenmix te halen. Sta je wel eens een maaltijd over? Nou, ik zelf vaak. Ontbijten doe ik sowieso al niet 's morgens. Nee? En ja, tussen de middag eet ik ook niet zoveel. Verdriet is het toch altijd, jongen. Maar ja, je moet toch. Je moet er iets van maken. Ja. Ik bedoel, je kan ook in een hoekje gaan zitten huilen en zo, omdat je geen meer geld hebt. Maar. Nee, dat doen we dus niet. Maar lekker pannenkoeken, jongens! Lekker, hè? Handen in de. Ik heb inmiddels een pacemaker. Ja, gekregen. Ja. Maar ik klaag niet. Nee, het doet wel pijn, maar ja, ik heb medicijnen. Hele zak vol, jawel. Maar ja, dan red ik het wel. Ik heb ze verdeeld, dat twee op de zolder, en twee hier en eentje bij mij in de kamer. Het is wel vol, maar gezellig. Maar vindt u het niet een beetje raar dat een van uw kinderen ook op uw slaapkamer moet slapen? Nee, want... ik kan hem in de gaten houden. Maar blijven 16, ze hangen he? Met die telefoon de hele nacht. Oh, okay. En dan kan ik zeggen afsluiten, weet je, en zo. Bam. Barcelona. Even kijken dan. Snap je, broer? Ben je allemaal gered? Ik heb mezelf nou gewoon ontwikkeld, zeg maar, met mijn kunsten en alles. En nu verdien ik gewoon mijn geld met mijn voetbalkunsten. En dat is, kijk, omdat ik zeg maar niet zo breed had en zo. En ik heb, mijn vader heeft me altijd op de pleintjes, hebben we toch altijd doorgevoetbald, zeg maar. We zijn niet, misschien niet zo vaak naar Centerparks of weet ik veel geweest. Maar wij ontwikkelen ons op het veld. Dat is ons plezier. En waarom ga je nog niet het huis uit? Ja, ik ben 21 en ik ga nog naar school. En ik wil gewoon wachten tot ik mijn opleiding en alles heb afgerond. Normaal gesproken in een Nederlands gezin zie je dat ze vaak uit elkaar gaan en alles. Maar kijk, wij ondersteunen elkaar. Dus ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik vind dat familie elkaar moet gewoon ondersteunen. En dat zit gewoon in onze... Zo zijn wij zeg maar opgegroeid. Ze hebben allemaal talenten. Ze hebben allemaal talenten. Kinderen, ja. En wat hoopt u dat ze gaan bereiken dan? Nou, mijn dochter die wil modeontwerpster worden. Die zit nu in Tilburg op school. De modeopleiding. En de jongens die voetballen. Die eens voetbal bij NEC.
Ik ben in de hoofdklasse, dus dat is gewoon goed op weg. Hebt u bijvoorbeeld nog werk kunnen vinden de afgelopen 10 jaar? Wel, hier is dat werk. Mijn gezin is mijn bedrijf. Dit is voor mij het mooiste wat het is. De mooiste uitdaging in mijn leven. En dat heb ik vanaf klein, heb ik gezegd, ik wil ze groot zien worden en ik wil met hen voetballen. Ja, en dan hier. Hier, alsjeblieft. Ik heb het idee dat ik hier voor een heel trotse moeder en vader sta. Ja, we worden, alleen maar sterker. Is dus ook zo. Arm of niet arm, maakt niks uit. Nee. We lopen niet te janken. Echt niet? Nee, sorry. Er zijn zoveel mensen, dat is moeilijk, joh. Ja. Moet het ook relativeren, hè? Ja.